Hoi Leeuw, welkom bij je reading voor maart 2023. Ik ga kijken wat de energie voor je hebben. Ik hoop verder dat het goed met je gaat en dat je misschien met leuke dingen bezig bent. Ik bedoel, het voorjaar begint nu echt wel op een gegeven moment weer te komen en dan heb je toch wel meer vrijheid om buiten dingen te ondernemen. In ieder geval, ik ga reading voor je doen, piramidelegging. Zou je het kunnen noemen, maar ik leg uit van elke kaart wat het betekent. Neem mee wat op jou van toepassing is en de rest mag je achterwege laten zoals altijd. Ik begin met de kaart van de Sacred Forest Oracle, dat is deze. En je hebt Daffodil Fairy, New Beginnings. Nou ja, New Beginnings, ja, dit is de narcis is het symbool van de lente. De narcisse elf of vee of hoe je het wil noemen. Narcissen zijn het symbool van de lente, van een nieuw begin, van... Ja, misschien dingen op een andere manier aanpakken. Of misschien heb je een heel nieuwe kijk op dingen. Misschien is er een project waar je aan gaat beginnen. Nieuwe baan. Maar een nieuw begin. Dit is het punt waarop al het oude weg is. Alle oude blaadjes die zijn van de bomen gevallen. Er komen weer nieuwe blaadjes die daar plaats voor maken. Nieuwe bloemen die uit de grond komen. Ja, nieuw begin. En ik ga voor je kijken naar de eerste kaart. Wat heeft deze maand je te bieden? Dat is de eerste kaart. En we hebben de Ridder van Pentagrammen. De Ridder van Pentagrammen, dat is de ridder die doorzettingsvermogen heeft. Die zijn doelen helder heeft. Die weet waar hij naartoe wil. En hij is bereid daar energie in te steken, tijd in te steken. Om er moeite voor te doen. Omdat het iets is wat belangrijk is. Hij heeft die keuze gemaakt. Dit is een ridder die er heel lang over doet om überhaupt die keuze te maken. Maar als hij het doet, dan weet hij waar hij naartoe wil. Oké. Wat heb je in jezelf? De zon. Een ridder die de zon in zich heeft, hel ja. Of een leeuw. Waarom zeg ik ridder? Omdat je hier ridder had misschien. Een leeuw die de zon in zich heeft. De zon is jouw kaart. Die is direct met jou verbonden. Wat is hetgene wat je in jezelf hebt? Jij, je eigen kracht, je eigen helderheid, je doelgerichtheid. Het vuur van een leeuw. Dat is hetgene wat je in je hebt. Wauw, super vette kaart. Wat zou je kunnen ondernemen? 9 van staven. De 9 van staven is de kaart die zegt, ik geef niet op. Het maakt me niet uit wat ik voor me kiezen krijg. Het maakt me niet uit hoeveel ik heb meegemaakt. Dingen die me in mijn schoot zijn geworpen. Ik heb een bord eten voor me gekregen. En ook al vond ik het niet allemaal even lekker, ik heb het op. En ik ben er sterker door geworden. Misschien hou je helemaal niet van gehaktballen. En heb je een bord gehaktballen voor je gekregen. Je hebt ze op. En je bent er sterker door geworden. Want ondanks dat het gehaktballen waren, vond je het niet lekker. Je hebt er wel proteïne door binnengekregen. En je bent er sterker door geworden. Dat is eigenlijk wat deze kaart zegt. Wat krijg je van het universum? En dan krijgen we de Ridder van Bekers. De Ridder van Bekers is... de ridder die gaat vanuit motivatie, liefde... Is het belangrijk genoeg voor mij om het te doen? En zo ja, dan doe ik het. Dan komt er beweging. Als er motivatie is, is er beweging. Als er gevoel is, is er beweging. Als mijn emoties aangeven, het zit goed, dan doe ik het. Dat is wat het universum je geeft. En wat is dat advies van je spirit guides? Van je spirit, van je engelen, van je gidsen? De koning van zwaarden. Dit is een heerser die gaat over beslissingen. Over keuzes maken. Zijn gedachten zijn zijn sterkste punt. Zijn hoofd, alles wat er in zijn hoofd omgaat, is zijn sterkste punt. Rechtvaardigheid. Oprechtheid. Eerlijkheid. Ook naar zichzelf. En dat is een kwaliteit die bewonderenswaardig is.
er zijn genoeg mensen in deze wereld die niet eerlijk naar zichzelf zijn, toch? Ja, die zijn er. Die kennen wij allemaal. We kennen allemaal zulke mensen. Maar ik zie een doelgerichtheid. Ik zie doorzettingsvermogen. Ik zie het feit dat je niet opgeeft. En dat je nu dingen gaat doen omdat ze belangrijk zijn voor jou. Voor de ridder van pentagrammen. De gehangene. De acht van staven. En de aas van staven. Staven. Ik hou ervan om staven bij een leeuw te zien. Staven zijn namelijk motivatie. Het is verbonden met vuur. Vuur is jouw element. De gehangene. Je hebt een nieuw perspectief. Het is een nieuw perspectief wat gevormd is of wordt door middel van stilstand. Hij hangt hier op zijn kop. Hij hangt aan die boom. Hij beweegt niet. Hij is niks aan het doen. Maar hij ontwikkelt een nieuw perspectief. Hij bekijkt dingen op een andere manier. En misschien kom je tot nieuwe realisaties. Dat misschien daar je nieuw begin mee te maken heeft. Maar misschien als je de dingen op zijn kop bekijkt of anders bekijkt, dat je ook nieuwe doelen kunt stellen. Je hebt de acht van staven. Dit is wel actie. Je hebt actie van binnen en je hebt actie van buiten. Allebei. Dit is de nadenkende leeuw. De observerende leeuw. En dit is de leeuw die in actie komt. Die zegt, ik weet wat ik wil. En ik doe het. Dan heb je nog een tegenstelling. Dit is langzame actie en dit is snelle actie. Want dit is aarde en dit is vuur. Maar er is actie. Er is actie van binnen en actie van buiten. En je hebt de aas van staven. Ja, nieuw begin. Nieuw begin. Ik weet niet waar dat nieuwe begin over gaat. Ik heb geen glazen bol, zeg ik heel eerlijk. Maar er is een nieuw begin. En het motiveert je. Het inspireert je. Het zet je aan tot actie. Je gaat dingen ondernemen. Oké. Algemene beeld van deze maand. Stilstand en actie. Actie in stilstand. Actie van binnen en actie van buiten. Dan wil ik altijd gewoon weten wat er gebeurt en wat er in je omgaat. En wat je gaat ondernemen, wat je gaat doen. Oh, oké. We gaan naar de zon. Wat heb je zelf in je? We hebben de koningin van zwaarden. We hebben de ridder van zwaarden. En we hebben de keizerin. Veel beslissingen. Volwassen beslissingen. Wel overwogen beslissingen. Maar toch ook weer die actie. Want de zwaarden gaan over deze twee kaarten. De zwaarden gaan over je gedachten. Over beslissingen. Over communicatie. Zij is degene die het op een volwassen manier benadert. Ze is degene die het heel rustig benadert. Hij is rustig, zij is ook rustig. Hij is praktisch, zij is zorgzaam. Je ziet ook hoe ze met die bloemen omgaat. Ze heeft wel een mes in de hand, maar ze weet hoe ze die bloemen moet snijden om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk in die vaas blijven staan. De ridder is van de actie. Kijk, je hebt eerst een page. De page is van het nieuwe initiatief. Dan krijg je actie, de ridder. En dan kom je tot een bepaalde volwassenheid. En balans en evenwicht. En dat gebeurt in je hoofd. Maar wel in je eigen kracht. Want jij bent degene die dit in je hebt. En dan hebben we de keizerin. Maar de keizerin is alle koninginnen samen. Zij is de creatie van. Zij creëert vanuit zichzelf, vanuit haar gevoel, vanuit haar hart. En dit komt ook vanuit jou, want dit is direct verbonden met je sterrenbeeld. Je bent iets aan het creëren, op een hele wijze manier,
En je komt in actie. Weer toch hetgene wat binnenin je zit. Met die zon en die keizerin samen. En hetgene wat naar buiten komt. Je hebt weer actie van binnen en actie van buiten. Weer. Wat zou je kunnen ondernemen? Niet opgeven. Sterker worden van tegenslagen. Nee, dat was hem niet. Soms duurt het even voordat ik de kaarten heb. En ik merk dat de kaarten er bij jou iets langer over doen vandaag. Nee, nog steeds niet. Nee. Ja, got it. Ha. We hebben de maan, het rad van fortuin en de zeven van bekers. Je weet nooit wat er komt in het leven. Dit is het onbekende pad. De bereidheid om het onbekende te volgen. Als je een nieuw begin hebt. Ja, je weet nooit waar een nieuw begin heen leidt. Je weet het niet. Als je ergens met een nieuwe baan begint. Je weet nooit waar het heen leidt. Als je gaat verhuizen van Tilburg naar, wat zullen we zeggen, Den Bosch. Je weet nooit waar het heen leidt. Maar dit is de bereidheid om het onbekende te volgen. Ook al weet je niet wat er gaat komen. Ik weet in ieder geval dat ik sterk genoeg ben om het te doen. Rad van Fortuin ook. De bereidheid hebben om je lot in de handen van het universum te leggen. Vertrouw op het universum. Vertrouw erop dat het universum je brengt wat bij je hoort te zijn. En dan heb je de zeven van bekers. Dit is het maken van een keuze op basis van je gevoel. En er kan van alles in die beker zitten. Zij kan van elke beker een slok nemen. Er hoeft er maar één giftig te zijn en ze is buiten Westen. Maar er kunnen ook hartstikke goede dingen in zitten. Maar dit is een keuze maken op je gevoel. Wat je zou kunnen doen is vertrouwen op jezelf. Vertrouwen dat hetgene wat bij jou hoort, of de plek waar je hoort te zijn, of de mensen met wie je hoort te zijn, dat dat jouw kant op komt. En dat het je kant op komt zolang je vertrouwen hebt. In het onbekende, in het universum, in je eigen gevoel. Want voor water- en vuurtekens is er niks zo belangrijk als het volgen van je eigen gevoel. Kijk, aardetekens, daar wil ik nog niks van zeggen. Die houden van de praktische kant van het leven. Luchttekens houden van logica. Daar kunnen ze altijd op terugvallen. Maar jij bent van vuur. En een vuurteken kan altijd terugvallen op motivatie en inspiratie. En intuïtie. Water even goed. Maar dat is hetgene wat je zou kunnen ondernemen. Vertrouwen op het universum. Vertrouwen op het onbekende. Vertrouwen dat je er sterk genoeg voor bent. Dat het bij je hoort. En op dat ontzettend sterke gevoel van je vertrouwen. Want dat heb je, toch? Dat heb je gewoon. Dat weet ik. Mijn moeder is ook een leeuw. Die zit er nooit naast. Ook al denken andere mensen van wel. Sorry hoor. Oh, erg. Ja. Mijn moeder zit er nooit naast, toch? Echt niet. Die zit er nooit naast. Voor. De Ridder van Bekers. Wat krijg je van het universum? Kracht. Koning van Staven. Twee van Pentagrammen. Van het universum krijg je. Ja, deze kaart is ook direct met jou verbonden. Kracht. Leeuw. Ik bedoel, kijk nou hoe imposant beest dat is. Dat is toch. Ja. Ik hou van leeuwen, gewoon. Maar je moet nagaan dat deze kracht die in dit dier zit, ook in jou zit. Het is wat je van het universum krijgt. Jij krijgt je eigen kracht. Wat heb je van jezelf? Je eigen kracht. Wat krijg je van het universum?
meer van je eigen kracht. Hell yeah. Wauw. Oké. Okay. Dus we hebben kracht. Dit is gewoon doorzettingsvermogen. Het is power. Het is... Ja. Sterker in je schoenen kun je niet staan, Leo. Sterker in je schoenen kun je niet staan. Je hebt het van jezelf en je krijgt het van het universum. Alright. We hebben de ridder van staven. Dat is jouw ridder. Jouw ridder komt ook om de hoek kijken. We hebben de ridder van pentagrammen. Praktische kant. Langzame kant. We hebben de ridder van bekers. De gevoelsmatige kant. Intuïtieve kant. En dan komt jouw ridder. Wat ik al zei. Jij kunt altijd terugvallen op motivatie. Als jij je keuzes maakt en je doelen stelt, is er niemand die je kan tegenhouden. Zo is het gewoon. Je bent een fucking leeuw. Kom op. En anders moet je kind met mijn moeder gaan praten. En je hebt de twee van pentagrammen. Wat ik al zei. Als het goed voelt, als je gevoel het zegt, dan ben je bereid er werk in te steken. Hetgene wat er op je pad komt is iets waarvan jij bereid bent er werk in te steken. Zeker weten. Het is belangrijk genoeg voor je. Het betekent genoeg voor je. Je komt in actie. Met al die ridders. Je komt zeker in actie. Daar heb ik geen twijfel over. Echt niet. Maar het is belangrijk. En je bent bereid er werk in te steken. Twee van pentagrammen. Twee van pentagrammen is trouwens ook een keuzemoment. Het kan ook gaan over een keuze die je maakt. Maar wat ik al zeg. Als een leeuw een keuze maakt. En hij maakt er werk van. Dan gaan we maar aan de kant. Koning van zwaarden. De koning van zwaarden, wat is het advies van je gidsen en je engelen? Wat is het advies? Zes van zwaarden, koningin van staven en de twee van bekers. Je hebt de koning en de koningin van zwaarden en je hebt de koning en de koningin... Heb je nou niet de koning van vuur? Ik dacht dat je de koning van vuur had. Ridder van vuur. Geen koning. Ah. Of had je die nou wel? Nee, die had je niet. Nee. Oké, okay. Ik vergis me. Ridder van vuur was het. Maar je hebt zes van zwaarden. Zes van zwaarden is het achter je laten van woelige wateren. Ik bedoel, dat bord gehaktballen waar je hier zo tegenop zat. Je gidsen zeggen, laat het achter je. Je hebt het gedaan. Je bent er sterker door geworden. Nu is het tijd om afscheid van te nemen. Nu is het tijd om je te concentreren op de dingen die je wil. Nieuw begin. Dit is een nieuw begin. Een beter nieuw begin kun je niet krijgen. Ja. Beter nieuw begin kun je niet krijgen. En dat in combinatie met een nieuw perspectief. Je eigen kracht wat je zowel in jezelf hebt en wat je van het universum krijgt. En dan een nieuw begin. Koningin van de staven. Jouw koningin. Jouw koningin die vertrouwt op haar eigen gevoel. Dat haar inspiratie haar brengt waar ze moet zijn. En je ziet dat ze heeft grijs haar. Ze is al op leeftijd. Ze is niet meer de jongste. Nee, maar... Het is haar levenservaring die haar zoveel rust geeft. Ze zit daar zo rustig met haar staf in de lucht. Als je een koningin bent, maakt het niet uit waar je zit. Zij zit op een bankje, ze kan op een troon zitten, ze kan op de grond zitten. Maakt niet uit, ze blijft de koningin. Dat is eigenlijk hetgene wat ze uitstraalt. Het maakt niet uit wat het onbekende je brengt. Dat maakt niet uit, want je bent nog steeds de koningin van staven. Het maakt niet uit hoe hard je ervoor moet werken.
welke uitdagingen op je pad komen. Je bent nog steeds de koningin van staven. Het maakt niet uit op welke stoel je zit. Je bent altijd de koningin van staven. En dan heb je de twee van bekers. Wat ik net al zei. Het universum brengt je wat in je leven moet zijn. Het brengt je waar je naartoe moet. Het brengt je de mensen op je pad die daar horen. Dat is dit. Dit is een bevestiging daarvan. Welke keuzes je ook maakt. Welk pad je ook gaat volgen. Alles wat in je leven hoort te zijn, komt in je leven. Iedereen die er hoort te zijn, komt in je leven. Plekken waar je hoort te zijn, je gaat er naartoe. En er is zoveel actie. Ik zie heel veel beweging. Met het nieuwe begin. Beweging van binnen en van buiten. Een beetje alsof de leeuw aan de binnenkant en de leeuw aan de buitenkant aan het samensmelten zijn. Dat gevoel krijg ik een beetje. Dat ze in elkaar gaan overlopen. Zich echt met elkaar verbinden. Met dit nieuwe begin. Ik ga naar je advies. En dat doen de kaarten ook weer even over. We hebben de keizer. We hebben de 8 van bekers. En we hebben de 6 van bekers. De keizer. Dit is alle koningen samen. Hij weet wat hij wil. En hij gaat ervoor. En er is niemand die hem iets anders wijs maakt. Heb je wel iets van weg, toch? Of niet? Ja. Daar heb je heel erg iets van weg. Je weet wat je wil. Je komt in actie. Je bent de ene leeuw met de andere aan het samenbrengen. Je bent bereid er werk in te steken. En hetgene wat bij je hoort te zijn, komt naar je toe. 8 van bekers. Hier had je de 6 van zwaarden. 6 van zwaarden is de kaart die mentaal aangeeft. Je bent klaar voor iets nieuws. Klaar om het oude achter je te laten. De 8 van bekers geeft aan. Qua gevoel. Puur op het gebied van je gevoel. En je intuïtie. En je hart. Je bent klaar voor iets beters. Je bent er klaar voor. Om, ook al is het goed. Om dat goede achter te laten voor iets beters. En dan heb je de 6 van bekers. De 6 van bekers is een gevoel van nostalgie. Maar het is ook het... Alles wat je in het verleden hebt geleerd, waar je sterker van bent geworden, wijzer van bent geworden, dat kun je allemaal meenemen. Het kan ook gaan over een soulmate. Een zielsverwant. Wat betekent iemand die bij je hoort te zijn? En misschien in dit geval, het kan een persoon zijn, maar het kan ook iets zijn wat bij je hoort te zijn. Een bepaalde energie die verwant is aan jouw ziel. Iets wat bij je hoort. Iemand die bij je hoort. Een project wat bij je hoort. Een plek waar je hoort te zijn. Wat het ook is. Maar het is verbonden met je ziel. Het hoort bij je. Je moet er naartoe. Alright. Laatste orakelkaart van vandaag. En dat is de Spirit Animal Oracle van Colette Baron Reed. En dan ga ik kijken wat die jou te bieden heeft. Haha. De Canary Spirit. En daar staat bij Sing Your Own Song. Ja. Misschien wel een heel nieuw liedje. Met die new beginnings. Maar zing je eigen lied. Zing gewoon je eigen lied. Alles zegt het. Zing je eigen lied, vertrouw op jezelf, de kracht zit in jou. Je hebt hier de zon, je hebt hier leeuw.
Deze hele reading geeft inderdaad aan zing je eigen lied. Wauw, vet. Mooie afsluiting. Als laatste, ik zet wel eens wat kaarten in elkaar, dus dat heb ik dit keer ook gedaan. En hier staan allemaal uitspraken in over licht. En deze valt eruit, dus die pak ik. De mens is het enige dier dat vriendschap heeft gesloten met het licht en het vuur. Is waar. Hoe hou je wilde dieren weg als je in het bos gaat kamperen? Steek maar vuurtje aan. Ja. Dieren houden niet van vuur. Houden ze echt niet van. Te veel licht. Ik bedoel, ik weet niet of je wel eens een kat of je wel eens gezien hebt dat de ogen het licht reflecteren. Of van een hond. Of van eigenlijk heel veel dieren. Maar bij ons is dat niet zo. En ik weet niet waarom het in me opkomt, maar het komt ineens in me op. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Dat komt in me op van John Lennon en ik weet niet waarom, maar het... Misschien omdat alle andere dieren zouden zeggen dat we gek zijn. Want wie gaat er nou vrijwillig een vuurtje stoken en eromheen zitten en erbij in de buurt zitten en... Dus misschien dat. Maar het komt ineens, die lyric komt ineens in me op. Je kunt zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet de enige. Dat, het is hetgene wat in me opkomt. Misschien met hetgene wat je gaat doen, dat je wel voor gek wordt verklaard. Wie weet. Omdat je de enige bent die vriendschap heeft gesloten met het licht. Maar je moet je eigen lied zingen. En je moet doen wat je gelukkig maakt. Je moet hetgene gaan doen wat je hoort te doen. Hetgene je leven inhalen wat bij je hoort te zijn. Alright. Lieve Leeuw, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze reading. Ik wens je een hele fijne maand maart. Laat me weten. Ik bedoel, ja, als je wil, hè. Ik bedoel... Kijk, iedereen leest die reacties, dus hoeft niet per se, maar oké. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Alright. Hele fijne maand maart. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop tot de volgende keer. Doei!